jongens en meisjes, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Silkes & Friends. Deze video is niet zo heel nieuw meer, omdat deze video waarschijnlijk ergens in januari pas online komt. Maar we gaan vandaag een nieuw spel spelen. En dat heeft met Google te maken, want het is op internet. En het heet Space Hotel. En hier zie je Space staan, ja. Voor de mensen die het niet kennen, het is een variatie van Habbo Hotel. Ja, als je Habbo Hotel niet kent, dat ga je vanzelf zien. Dus, maar we gaan een nieuw account aanmaken, want ik heb echt geen idee wat mijn inloggegevens zijn. En dit stukje ga ik even uitknippen, want dit hoeven jullie niet te zien. Oké, moment. Oké, mensen, ik heb de uitknop van de muziek gevonden. Ik dacht echt van, what? Ik was helemaal overdonderd. Maar we zijn nu bezig om naar het spel te gaan. En ik zal zo meteen even mijn manicam op fullscreen zetten. Maar eerst moet alles echt gaan laden en zo. Je hebt een badge ontvangen. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Want we zijn aangekomen en gaan we even lopen. Dit zijn wij. Of nou ja, dit ben ik en ik ben Abby Lover 11. Maar we gaan even mijn ding aanpassen. Want zo wil ik er liever niet uitzien. Zo. Nee. Waar kan dat? Even kijken hoor. Ik heb dit heel vroeger gespeeld. Echt super lang geleden. Maar ik weet niet echt. Oh, kijk. Ik weet niet echt meer hoe dit werkt. Dus we gaan even iets proberen. We zijn een meisje. Ik vind het raar dat hij op jongen staat, terwijl dat we dit haar hebben. Een beetje, ik weet niet. Maakt het echt uit wat voor gezicht? Ik denk eigenlijk van niet. Dit is waarschijnlijk kleur ogen. Oh, wow, nee. Oh, duidelijk niet. We doen wel deze huiskleur. Waarom zou iemand zo'n gezicht willen? Dat zou ik niet willen hoor, maar goed. We nemen gewoon dit happy gezicht. Gaan we even naar het haar kijken. Oh, oké. Okay. Kom, we gaan Ariana Grande zijn. Nee. Oh, dit doet me echt denken aan zo'n kapsel uit Star Stable. Dit is lelijk. Ik ken mensen die dit hebben, maar niet echt persoonlijk of zo. Maar, sorry, ik vind het echt lelijk. Oh, huh? De ene keer zit die vlecht aan de ene kant. Kijk dit dan. Nee. Kijk, nou zit hij hier. En nou zit hij hier. Dat is raar, dus die doen we niet. Dit lijkt een beetje... Ja, dit lijkt op zich wel op mijn haar als ik het een beetje zo draag. Zo. Ja, nou. Goed. Niet dat ik het expres zo ga laten zitten, want dat vind ik zelf echt heel vervelend. Maar mijn poppetje kan er wel zo uitzien. Ik denk dat het wel ongeveer de goede kleur is. Dit is een beetje vervelend licht, maar ik heb geen ander licht. Ik weet niet. We houden gewoon deze kleur maar. Kijk nou, een paardenhoofd. Oh my god. Dit doet me zo in iets denken. Nou ja, laten we maar even geen hoofddeksels doen. Ik hoef denk ik geen bril. Oh, is het gewoon zonnebril? Als ik hem als zonnebril kan maken, ben ik blij. Oh, dat zijn de randjes. Maar wat is dit dan? Nee, dat werkt niet. Kan ik dit als... Ja, maar die is een beetje te dik. Oh, deze denk ik. Kan deze... soort van... niet echt. Nee. I think you should get some rest. Gaat die muziek weer? Ik wil geen muziek. Oké. Okay. Nou, dan laten we die zonnebril denk ik maar. Want zo stoer ben ik ook weer niet.
Oké. Kleding. Ik was hier zo slecht in. Ik droeg altijd de raarste setjes. Maar ja, het is nu ook op zich wel veranderd. Wow, spam hier zo. Als dit eventjes gaat laden, ik heb ook niet hele goede wifi. Misschien moeten we gewoon maar ergens op gaan. Oh, dan gebeurt dat. Misschien moet ik maar even wachten. Oh, let op, je kan hier typen. Hoi. Zo, ik heb wat gezegd. Oké. Zullen wij gewoon leuk het clubsetje maken? Dat lijkt me wel een heel goed idee. Het is eerst wit. Dus eerst op zoek naar wit. Heb je geen variatie van wit? Oh ja, dit is wit. Nou, we kunnen deze wel doen, want dat icoontje wat het ook is, dat verandert nog wel, denk ik. Of is er nog een ander wit shirt? Oh, dit is een beetje, niet goed. Ik vind het irritant als je die dingen niet kan zien. Oh ja, nee, superleuk. Gewoon een witte polo, denk ik. En dan doen we er een paars jack overheen. Wow, zijn dit vleugels? Dit zijn vleugels. Oh my god. Ik denk dat deze wel het meest in de buurt komt. Ik heb nog niet eens heel goed gekeken, maar ik gok van wel. Want dit is een body warmer en dit ook. Maar ze zijn op zich wel goed. Goede kleur. Oh, kijk nou eens een. Ja. We hebben echt ontzettend veel eigenlijk. Ik denk niet dat dit echt een hele boeiende video wordt. Nog. Oh, goed dat ik even verder gekeken, want ik denk dat dit hem wordt. Ja. Gaan we naar de broeken. Ik ga nog even niet naar accessoires kijken of zo. Ik ga eerst. Oh, maar dan kan ik zo meteen ook die cowboyhoed gaan maken. Eerst moet ik maar eventjes de broek gaan maken. En de schoenen. Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Ik moet gewoon een witte broek hebben. Dit kan wel, denk ik. Ik probeer een beetje variatie te maken van clubsetje. En ik heb geen idee waarom. Ik denk dat dit op zich wel goed is. Gaan we even naar hoofddeksels en dan even kijken of we een cowboyhoed kunnen scoren. Of gewoon zo'n hoedje, dat is ook wel grappig. Ik denk, als we hem niet kunnen vinden, dat ik dit hoedje hou. Maar dat weet ik niet. Zo'n hoedje is wel beter, maar niet echt een goede kleur. Oh, deze is wel goed. Ik denk dat ik wel deze ga houden. Oh my god. Oké, doen we even hierin. Want dan is die extra opgeslagen. Wat is dit? Oh nee, dat is van die loopskiezen. Doen we niet. Nu zijn we dit. En ik zal even naar voren lopen. Kijk, we zijn dat poppetje. Die hier naartoe aan het lopen is. Kijk, dit zijn wij. En nu ga ik eventjes. Oh ja, oké. Dus de homepagina. Hoe dom kan ik zijn? Nou ja, ik ga even mijn Benny Cam zicht aanpassen zodat jullie het beter kunnen zien. Oké, hier ben ik weer. Ik heb even jullie zicht aangepast. Jullie zien nu wel zwarte balken onder en boven. Maar ja, leer er maar mee leven. En nu gaan we kamer maken. En ik heb nog geen idee welke kamer of wat voor een kamer. Maar we gaan een kamer maken en dat doen we door op deze knop te drukken. En dan krijg je dit. En dan moet je op kamer maken. En dan kun je een grote kiezen. En met allerlei trappen en shit. Maar ik denk dat we maar gaan beginnen met de binnenkomst van ons huis. En dan moeten we denk ik wel een beetje een smal iets hebben als een soort van gangetje, like this. Ik vind niet dat hier andere mensen mogen komen.
En wat is dit allemaal? Voor mij mogen er best 75 bezoekers komen, maakt me echt niet uit. Party en clubs. Ruilen, space leven, overdracht, denk ik. Kameromschrijving. Abby, lover, elf. Hal, zeg maar. Ja. Hal. Oké, maak kamer. En dan komen we in de kamer. En dan is die nog helemaal leeg en zo. Hal door Abby, lover, elf. Ik heb trouwens echt ontzettend veel hoofdpijn. Maar ja, dan gaan we naar shop. En dan naar meubels. En dan gaan we even shoppen. En het duurt zo lang voordat je iets hebt gevonden. En ik wil niet dat deze video te lang duurt. En ik merk dat ik naar onder zak. Dus ik heb trouwens korte mouwen aan. Omdat het... ik heb geen lange mouwen meer. Dus niet dat je denkt dat het ergens in de zomer is of opgenomen of zo. Maar ja. Baby's hebben? Oké, nou ja. Ik ga even shoppen en dan ben ik zo meteen bij jullie terug als ik iets heb gekocht. Wow. Dit had ik eigenlijk niet verwacht. Je kan hier gewoon paarden kopen. Oh, dat zijn allemaal van die, maar ik weet niet hoe je daaraan komt. Oh mijn god, kan je god. Oh, dit is zo schattig. Oké, maar ik was eigenlijk aan het kijken voor gewoon een hond. Hier honden. Ik hoop niet dat dat dit... Oh my god. Ik hoop dat er een beetje een leuke kleur is. Want nou ziet het er echt heel raar uit. Terwijl er zeg maar een beetje een kleur is dat het echt lijkt... Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Maar dit ziet er niet echt uit. Oh wow. Rassen. Kan ik een labrador? Denk niet. Volgens mij maakt het echt niet uit wat je neemt. Wow. Rennende. Oké. Het heeft een beetje met de verandering van zijn vacht te maken of zoiets. Oh, dit is wel lief. Ik denk dat ik deze neem. Kan je hem een naam geven of zo? Dat doe ik. Ray. Kopen. Dit is zo'n grappig geluidje. Ja, zo. Kwak. En dan. Ja. Maar dat kwak, dat was eigenlijk gewoon van. Je hebt je eerste dier gekocht. Kijk, hier zijn allemaal paardendingetjes. Oh, dat is zo leuk. Oh, vroeger kon je helemaal geen hindernissen kopen, hè? Die moest je dan echt. Oh, wow, dat is grappig. Die moest je dan echt, hoe heet het, echt krijgen of zo. Maar vroeger was het ook veel ongeorganiseerder. Dierenaccessoires, want ik wil hier een matje en zo maken. Volgens mij krijg je hier al een speeltje bij, moet ik even kijken. Krijg je al een speeltje bij? Nee. Je krijgt, vroeger kreeg je er altijd al vast wat bij, maar nou niet. Oké, ik wil dan een balletje. Wil ik cookies. Dit is allemaal gewoon voor de sier. Dus het maakt echt geen poep uit wat je allemaal koopt. Het is allemaal voor paardenstront. Maakt echt niet uit wat je koopt. Wat is dit? Ah, het ziet er zo schattig uit. Maar ja, dit is natuurlijk niet echt iets. En wat voor bedje ga ik voor hem kopen? Kan ik kiezen? Ik doe blauw bedje. Dat water kun je ook nog vullen, toch? Oh ja, dat zie je nou bij dit ontwerp niet. Maar kijk, water. Ja. Oké. Wat is dit? Want dit heeft geen plaatje. En deze ook niet. Is dit gewoon een blok? Als dat zo is. En ik denk dat ik nog afstandsbediening. Nee, zo vervelend is ik erin niet. Ik kan wel post doen, want het is wel zeg maar mijn voordeur.
Ik ga denk ik deur opzoeken. En kijken wat er gebeurt. Deur. Oh, dat heeft hij niet. Oh, dan moeten we een teleport of zo. Zoek ik maar even. Hier, teleporters. Dan heb je zo'n deur. Het geluid gaat iedere keer gewoon weer aan. En dat vind ik super irritant. Kijk, en als je het dan koopt, dan krijg je als het goed is twee deuren. Maar ik vind het wel leuk als voordeur. En ja, misschien wel kan ik meer van deze teleporters gebruiken. Maar wow, deze is best wel cool. En dan ga je naar een andere kamer. Oké, we gaan deze kamer inrichten. En ja, kijk, dan heb je twee deuren. En die andere doen we even weg. En dan doen we zo hier en dan draaien. Als het goed is. Draai. Hij kan niet draaien omdat een kutmens erop staat. Draai. Goed zo. Kijk, en dan hebben we dit. Oh ja, we moeten ook nog muurversiering doen. Oh, kijk, badges. Ik ga deze dragen. Oh, mijn eerste huisdier. Wat schattig. In deze kamer plaatsen. Hallo Doggy. Oké, your items. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ga een beetje alvast wat chillende dingetjes neerzetten. En dit vond ik vroeger altijd zo grappig. Deze weg. Nu zie je die bijna niet, maar dat komt wel ooit. En dan doen we deze verplaatsen. Oh, kijk nou, Grace Wolf. Oh, zo schattig. Oké. Als we die nou hier zo neerzetten, lijkt me een beter idee. Ja. Gaan we even jouw spulletje. Oh ja, we hebben wel een slaag gekregen. Dat is wel fijn. Kijken. Oh, pak op. Oh, ik dacht dat het gebruik was. Want dan kun je er water in doen. Maar dat werkt dus niet. Nou ja, we krijgen dus blijkbaar wel gewoon sla erbij. Dat is wel heel goed. Hier balletje om mee te spelen. Hier heb ik nog een deur. Hier post. Die ga ik denk ik hier neerleggen. En dan zo bij de deur. Oh, dat kan niet. Een beetje stom. En dan hier bordjes. En draaien. Als dat kan. Nee, dat kan niet. Nou, een beetje raar dit. Die slaag ik denk ik wegdoen. Gewoon zo. Ja. Dit gaat echt niet werken of zo. Kijk, en dan heb je dit. Oh, dat hoort andersom. Ik ben echt een sukkel. Kijk, en als deze hier komt, dan lijkt het alsof ze... Ja. Ja. Maar dat ga ik dus eventjes... verplaatsen. Ik zei niet dat je daar naartoe moest lopen, Minimia. Minimia, dat is grappig. Oké, denk ik. Draaien. Oh, kijk nou, gaat er echt gelijk in zitten of zo. Boom. Oké, ik ben zo meteen bij jullie terug als ik de rest van mijn spullen heb gekocht. Want nu had ik het maar eventjes snel gedaan. Oké, mensen, ik ben weer terug. Ik heb even 6 nieuwe dingetjes gekocht. En die ga ik er denk ik maar eventjes in plaatsen. Dat is een bank. Zit deze weer in de weg? En ja, het is eigenlijk gewoon een soort sofa. En daar ga ik die hele mooie zitzak ga ik zo schuin bijzetten. En ik moet eigenlijk nog een tafel. Maar dan even van... Nah. En ik heb behang gekocht, zoals jullie zien. Ik heb... Waar is het? Oh ja, laat maar. Nee, niks. Laat maar zitten. En ik heb tapijt gekocht en twee ramen. Want eigenlijk denk ik dat één wel genoeg is. Maar speciaal als je toen had ik weer muziek wat ik niet wil. Het is echt best wel irritant dat er steeds muziek komt. Maar als je gewoon zonder dat je opneemt het hebt, dan is het op zich niet zo heel erg.
En ik denk dat dit wel ongeveer de video was. Dit is echt een hele random kamer, maar ja. Gray, kom. Hij reageert! Oh mijn god! Hoe de... I... Oh. I. Oh, dat is zo lief. Oké, train. Fokken. Kan ik al fokken? Gray. Fokken. Oh. Niks gezegd. Wacht. Als ik nou... En dan... Gray. Kom. Hij reageert echt. Oh, dat is zo lief. Ah. Volgt hij me nog steeds? Nee, oké. Nou ja, dan was dit mijn video met mijn lieve hondje. En ja, dit was onze eerste kamer. Zeg even in de poll die nu rechtsboven in jullie scherm verschijnt. Of ik vaker dit Space Hotel moet spelen. Of gewoon weer terug moet naar de Star Stable standaard. Waarvoor ik dit kanaal eigenlijk heb gemaakt. Gray, kom. Je moet gewoon hier blijven. Nou ja, zeg dat even. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!